batterijen wel leeg zijn. Dus dan heb ik gelukkig nog weinig. Ik zit hier in de auto met SBS6. Hier, ik zit met cameraman en interviewer. En ik ben onderweg naar de Rabobank. En we praten hier, SBS6 Hart van Nederland, over het hele gebeuren rondom Adaptive Cruise Control, Autopilot. En daar is een onderzoeksraad, die heeft daar een rapport voor uitgebracht en een persrelease. En dan gaan we praten over of dat nou leidt tot meer veiligheid en wat de overheid hier nou eigenlijk mee moet doen. En wat het bedrijfsleven ermee moet doen, hebben ze een mooie aanbeveling gemaakt. Dus terwijl deze auto naar de Rabobank rijdt, gaan we daar een beetje een gesprekje over hebben. Als zijn techniek in orde is, want hij heeft problemen met hij doet het telefoons. Weer. En hij doet het weer. Ja, prima. Het. Ja, nou. Dus, en deze video is dus de making of. En hij heeft dus echt een mooie camera waar hij dus echt gewoon de beelden van maakt. En dat leidt dat allemaal vanmiddag vanavond tot een item van 2 minuten waarschijnlijk. Waarin de hele complexiteit verteld moet worden. Dus, I'm all yours. Laten we beginnen met het rapport. Wat vind je ervan? Nou, op eerste plaats, blij dat er een rapport is. Ja, het is echt een kwartier aan mijn gegeven. Sorry hoor. Oké. Okay. Nou, gelukkig hebben we nog eventjes. Ja, we hebben een half uur. Ja, ik ga er vanuit als ik spullen krijg. Dat het techniek, samen zien de techniek. Kijk, dit rijdt nu wel zelf, maar ja, als zijn batterij van de microfoon niet goed werkt, dan hebben we gewoon een probleem. Dus mijn microfoon is gewoon heel goed. Nou, ik heb in de tussentijd, dus terwijl ik gewoon hierachter... had ik een tas en kon ik mijn microfoontas eruit halen en kon ik hem 2 batterijtjes geven waardoor hij weer door kon gaan. Nou, probeer dat nou maar eens te doen op een veilige manier. Dat doen mensen natuurlijk dagelijks. 50% van de Nederlanders zit regelmatig met zijn mobiele telefoon aan, zeg maar, in zijn handen, terwijl die auto ook gewoon rijdt. Maar dan moeten ze ook op het stuur letten. En zeker op de snelweg is dit verrukkelijk. Dus dit was weer even een mooi bewijs dat dit veel veiliger iets deed wat normaal echt gewoon een groot probleem was. Werkt die? Ja, volgens mij gelijk op de koers en werkt. Oké. Wij zitten dus 150 miljard kilometers op de weg. Meer dan de helft zit op de snelweg. En dat hele gebeuren rondom autopilot en zelfrijdende auto's gaat vooral eerst gebeuren op de snelweg. Dat is meer dan de helft van de kilometers. Dus niet dat er van nou zelfrijdende auto's komen of niet. Nee, die komen er langzamerhand. Die gaan steeds groter gedeelte van de rit gaan die gewoon doen. Dat moet je eigenlijk op die manier bekijken. Maar we gaan naar het puntstil. Ja. Wat was je naam? Erik. Erik. We gaan nu met Erik. Hij is nu de baas. We gaan nu hem helpen. Ja. Ja. Ja, het rapport. Ja. Je hebt even terug kunnen zien. Wat vind je ervan? Nou, het is een mooi degelijk rapport. En het belangrijkste is dat er een rapport is dat überhaupt dat de Veiligheidsraad dat soort dingen aandacht geeft. Zij onderzoeken elke ongeluk, elk dodelijk ongeluk. En ze zijn nu voor het eerst gekomen met de systemen die eigenlijk de bestuurder ondersteunen. En dat was een mooi degelijke rapport met heel veel verschillende cases die er ook binnen behandeld werden. Heel veel Tesla's, moet ik zeggen. Want die hebben natuurlijk de meeste auto's en die doen ook de meeste progressieve dingen. Dus chapeau dat ze een rapport maken. En dat ze beginnen om dit hele belangrijke veld te ontdekken. Ja. Maar eigenlijk komt er vooral uit dat, zoals ik het tenminste lees, hij zegt eigenlijk van het is belangrijk dat de automobilisten een soort nieuw rijbewijs moeten krijgen om die auto's te leren kennen. Maar de voornaamste aanbeveling is dat de autofabrikanten de automobilisten moeten uitleggen hoe de auto werkt. Er zijn 2 dingen die moeten gebeuren. Die auto's die hebben allemaal mooie nieuwe systemen. De helft van de nieuwe auto's heeft Adaptive Cruise Control. Die een paar procent, 10% heeft nu Autopilot. Die dus, zoals ik nu, gewoon zelf rijdt. En heel belangrijk is dat de persoon die een auto rijdt, dat die weet dat dit bestaat. He, sommige mensen vinden het geweldig, die gaan het meteen gebruiken. Maar het grootste deel die gebruikt die systemen helemaal niet. 80% heeft zo'n Adaptive Cruise Control, gebruikt hem niet. Autopilot heeft ook gewoon 60%. Van de mensen die een Tesla hebben gekocht, die gebruikt het niet. Ook bij BMW en Mercedes is het precies hetzelfde. Dus ze moeten eerst leren dat het bestaat, zodat ze comfortabel worden. En dat ze weten wat wel werkt en wat niet werkt. En dat moet vooral in deze fase, want straks gaan die auto's echt helemaal zelf rijden. Dan hoeft het niet meer. Maar die overgangsfase moet het sowieso bij het rijbewijs. Maar ook als je een nieuwe auto koopt met dat systeem, moet er tijd worden gemaakt om de persoon uit te leggen hoe dit werkt. En dat gebeurt op dit ogenblik gewoon niet. En dat is echt stom. Tesla is nu de meest populaire auto van Nederland. Hè? Die is gewoon nummer 1. En als je ziet,
Die mensen die komen daar. Hallo, heb je betaald? Ja, hier is de sleutel. Doei. Nou, dat is echt volledig onacceptabel, want het is natuurlijk een fantastische tool. Maar het kan ook heel erg gewoon het gevaar verminderen. Maar je moet wel weten wanneer of niet. Er stond bijvoorbeeld in het rapport een Tesla die op een rotonde afrijdt. En die gewoon dwars door die rotonde heen gaat. Want rotondes herkent de Tesla nog niet. Ja, dat is gewoon omdat iemand dacht van, oh, dat blijkbaar werkt dat. En dan is het wel heel vervelend om dat te merken dat dat niet kan. Dus de bestuurder moet weten hoe het werkt. En de autofabrikant is verantwoordelijk om te zorgen dat er ook systemen komen om dat uit te leggen. Heel goed. Goeie aanbeveling. Is het nou ook zo, dat vind jij dat een auto als dit veiliger is dan met al die extra's om het zo te noemen? Vind jij dat jij veiliger bent in het verkeer? Ik ben oneindig veel veiliger met zo'n ding in het verkeer dan zonder. Echt, als deze auto voor mij snel gaat remmen, dan weet deze auto het al ruim van tevoren. Zo, ik weet niet of dit allemaal gelukt is, maar ik zit hier bij SBS in de auto met Hart van Nederland. En ik zit hier met Erik. En hij maakt een opname over de verkeersrapport wat gekomen is. Een veiligheidsstudie over autopilot en adaptive cruise control eigenlijk wel gewoon veilig werkt. En ze zeggen, er wordt eigenlijk veel te veel weinig aandacht aan besteed dat autofabrikanten uitleggen, de mensen die zo'n nieuwe auto kopen, bijvoorbeeld Tesla, dat die moeten weten hoe zo'n autopilot werkt. Dat is gewoon onverantwoordelijk als je dat niet op een goede manier, zeg maar, vormgeeft. En dat vind ik, met die conclusie ben ik het dus ook heel erg eens. Ze hebben een mooi rapport, hebben alle verschillende ongelukken uitgewerkt. Die staan daar ook keurig in vermeld. Ook Tesla's die met een rotonde rechtdoor rijden. Mensen die hebben geen idee dat je niet met een rotonde, dat die Tesla dat niet ziet. Of mensen die denken dat de autopilot is ingeschakeld en dat blijkt niet zo te zijn. En dan gaan ze daarna andere dingen doen en dan rijden ze op een gegeven moment op de andere kant van de weg. Nou, dat is natuurlijk echt gewoon dat mensen niet snappen hoe een systeem werkt en denken dat dan de auto onder controle is van zo'n autopilot, terwijl dat niet zo is. Dus daar heel interessant om dat rapport te zien. En natuurlijk daar moet dan op een gegeven moment de overheid over nadenken, hoe gaan we daarmee om? Nou, wat is de rol van de autofabrikanten? Wat is de rol van de AWB? Wat is de rol van mijzelf? En wat is de rol van de overheid? Nou, daar gaat het rapport over. En ze komen met een aantal aanbevelingen. Dus daar praten we nu even over. En ik laat hem ook even zien wat autopilot nou eigenlijk is. Want ik rijd nu eigenlijk naar de Rabobank in Utrecht. En ja, ik hoef de handen niet aan het stuur te houden. Dat is ideaal. Hij vraagt nu confirm lane change. Hij vraagt dus of ik even naar rechts wil gaan. Hij vindt dat ik naar de rechterkant moet gaan. En hij vertelt me ook welke afritten ik moet nemen. Dus ik moet zelf tot nu toe nog de richtingaanwijzer gebruiken. Maar in Amerika hebben ze dat al, is dat al toegestaan dat die auto zelf de afrit mag pakken. Van de ene afrit naar de andere afrit. Maar hier, als je hier van de ene baan naar de andere gaat, moet je nog dat richtingaanwijzer gebruiken. Dat is erg onhandig. En je wordt ook helemaal gestoord van dat je elke 5 seconden of 10 seconden dat stuur weer vast moet pakken. In Amerika is het natuurlijk gewoon dat je je eigen baan houdt. En hier willen ze dat je eigenlijk zoveel mogelijk naar rechts gaat. Dus dat is natuurlijk ook gewoon. Ja, nou ik moet zeggen van dat is nog wel. Dat is wel een feature die hier ook ingebouwd moet worden. Dat je zegt van joh, ik wil gewoon links niet passeren. Dat kunnen ze heel makkelijk, maar dat zitten we nog op te wachten. Dat is weer zo'n voorbeeld. Hier zie je dus gewoon wat die auto ziet. Hij ziet hier die auto aan de rechterkant. Dat ik die voorbij ga. En daar in de verte ziet hij ook al twee auto's. Die twee auto's die je daar ziet, die kan ik al een beetje zien. Hij heeft 8 camera's waar hij om zich heen kijkt. Er komt een auto van links achter. Komt er aan. Als ik nu naar rechts links wil, links, dan zegt hij van dat mag niet. Inhabited, kan nog niet. En dan doet hij het niet. En als ik wel kan, kijk, hij zegt nu rood. Er komen nu auto's aan. Dus ik kan, ik kan niet naar links. Dan doet hij het ook niet. En na 5 seconden stopt hij het ook met proberen, want dat is Europese wetgeving. Dat is soms wel heel erg onhandig. Wetgeving loopt wel heel erg achter ook bij de technische mogelijkheden. Maar dat kan ik me wel voorstellen, want zo'n Tesla kan het misschien wel, maar zo'n Mercedes niet. En dus al die voertuigen zijn allemaal nog verschillend in intelligentie, hoe goed ze eigenlijk zijn. Dat hangt ook af van de update. Een auto kan van de ene dag op de andere compleet ander gedrag gaan vertonen. Dat is natuurlijk ook voor zo'n RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die de grootste experts in Europa op het gebied van autopilot. Wij in Nederland, wij laten de Tesla toe voor heel Europa. Dus de RDW is daar heel goed in. En die moet dat in de gaten houden of die update van zo'n auto zo groot is dat er dan weer een aparte testprocedure gedaan moet worden. Nou. En ik moet zeggen, ik ben trots op Nederland hoe goed wij daarmee omgaan. Wij zijn echt progressief
in het nadenken over hoe de overheid dit soort dingen mogelijk kan maken. Dit mag ik dus niet doen. Nee. Ik mag dus... Ja, hij staat uit de weg. Oh. Ja, maar dit mag ik dus niet doen, dat ding vastpakken. Dat zal ik dan ook niet doen op de camera. Ik heb het nou wel gedaan, maar je mag dus eten. Je mag allerlei dingen doen, maar je mag dus niet een apparaat vasthouden. En ik mag dus wel dat hele grote scherm van die Tesla mag ik wel bedienen. Dat is allemaal nog een beetje moeilijk om daar wat van te vinden. Als wetgever. Maar uiteindelijk wat er moet gebeuren, is dat een auto een rijbewijs moet krijgen. Een auto moet een rijbewijs krijgen dat hij onder deze omstandigheden, op dit soort wegen, bijvoorbeeld snelwegen, dat hij dan zelf autonomous mag rijden, ook gedurende langere tijd. Dat hij niet zeg maar 5 seconden of 10 seconden of 20 seconden dat mag doen, maar gedurende langere tijd. En de RDW, die moet daar een proces voor afspreken, hoe dan zo'n auto zo'n rijbewijs kan krijgen. En dat gaan ze ook doen. Daar zijn ze ook mee bezig. En het aardige is dat ze dat niet mee bezig zijn als Nederland, niet alleen als Europa, maar dat doen ze in het kader van de Verenigde Naties. Dus meteen op wereldschaal. Japan, Amerika, Azië, China en Europa werken daar samen aan standaarden voor zelfrijdende auto's en al die ondersteunende dingen als adaptive cruise control. Hoe komt het soms toch wel eens fout gaat met Tesla? Nou, heel vaak gaat het mis omdat gebruikers denken van autopilot is ingeschakeld en is niet ingeschakeld. Dan denken ze dat het goed gaat. Of ze weten niet dat een rood licht nog niet wordt gesignaleerd, dat is een update. Of ze weten niet dat een rotonde niet is gesignaleerd. En ze gebruiken het meestal dan op momenten dat het niet kan. Hier is het prima, in de snelweg overzichtelijk gaat goed. Als je het op buitenwegen gebruikt en een auto komt scherp van links, dan werkt dat niet. Dus het grootste gedeelte van de fout is nu nog personen. En heel soms is het ook nog zo dat die auto dat gewoon het fout doet. Dus dat software een fout maakt. Maar ik wou zeggen, 99% is het feit dat mensen het niet goed gebruiken. En 1% is dan de techniek die nog niet goed genoeg is. Nou, daar mensen blijken toch altijd weer heel goed te zijn om fouten te maken. No matter what kind of systems they use. Nou zitten we eigenlijk ook in een soort tussenfase, hè? Maakt het dat ook moeilijk? Het is een hele moeilijke fase. Over 10 jaar is het simpel, dan kan die auto helemaal zelf rijden. Heb je geen verantwoordelijkheden mee, kun je gewoon achterover gaan slapen. Nu moet je die auto laten rijden en dan af en toe moet je toch ingrijpen. En dat is natuurlijk voor de mens is dat moeilijk. Maar bij overzichtelijke situaties, zoals een snelweg, 50% van alle kilometers op die wereld die in Nederland worden gereden, gaat dat al heel goed. En die andere 50% die wordt langzamerhand wordt die overgenomen door de auto. Dus dat gaat een tijdje duren. Het gaat dus niet om een zelfrijdende auto wel of niet, maar welk percentage van de rit kan die auto zelfrijdend werken? Bij mij is dat denk ik 80% van de tijd. En bij de meeste auto's is dat nog 1% van de tijd. En dan bij de nieuwe auto's heeft zeg maar 10% van de auto die kan het stuur bedienen. En 50% van de auto's die kan de rempedaal en het gaspedaal bedienen. Dus dat gaat de komende 10 jaar gaat dat heel erg snel. En dat zal ook een belangrijke feature worden voor een auto. Niemand is meer geïnteresseerd in pk's en andere dingen. Maar het gaat erom van hoe comfortabel kun je nou eigenlijk rijden en hoe veilig kun je rijden. Dus we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Nee, we zijn op de goede weg. We zijn op een heerlijke weg. Dit is echt een fantastische weg om dit soort dingen te doen. Maar we zijn er nog lang niet. Maar techniek gaat snel, producten gaan snel, wetgeving verandert heel langzaam, mensen veranderen heel langzaam, gewoontes veranderen heel langzaam. Dus ik denk dat de techniek al veel sneller klaar is dan dat wij hier allemaal op een gegeven moment de wetgeving hebben aangepast. Daarom vind ik het ook belangrijk dat ze er nu over nadenken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat dat rapport is gepubliceerd. Want daardoor kunnen ze gewoon dat nu al die consequenties voor de wetgeving van morgen en overmorgen kunnen ze nu al aan gaan beginnen. Ja, dus of het nou een goed rapport is of niet, het is in ieder geval goed dat ze ermee bezig zijn. Ik vond het geweldig dat ze dat rapport hebben gemaakt, dat ze het openbaar hebben gemaakt, dat ze ermee bezig zijn. Als je ziet, die aanbevelingen die zijn nog heel erg oppervlakkig, maar dat geeft helemaal niks. De volgende versie is vast een stuk beter. En in ieder geval, de achtergrond van het rapport, daar staat al een heleboel data in die ik al heel erg nuttig vond. Vooral dat ze het delen met elkaar en dat je ziet wat zo'n instantie denkt.
En dan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die is echt veel praktischer bezig met auto's toelaten en nadenken over systemen die er moeten komen. Dus wat dat betreft is het goed dat al die hele overheid aan verschillende kanten aan het nadenken is hoe de toekomst van morgen eruit moet zien. En ik vind eigenlijk dat gewoon Nederlandse bureaucratie daar op de goede manier mee bezig is. Nou, wat ben ik weer een positivo, zeg. Ja, dat mag het wel. Oh, nou oké. Okay. Ja. Maar zou je eraan kunnen winnen aan dit? Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik weet het niet. Ik vind zelfrijden. Ja. Ik denk ook dat het rijden aan zich niet ook zo goed is. Maar je kunt ook, kijk, het enige wat ik moet doen is dit hier. Bam. Nu rij ik zelf. Ja. En nu kan ik weer heerlijk, kijk eens, dan ga je rechtdoor. Wat heerlijk dat je nu kan rijden. Je moet op deze baan blijven. Ja. Wat een lol. Nou, heb ik liever dat ik echt van. Ja. Maar natuurlijk heb ik nog veel liever dat ik dan ook gewoon kan doen wat ik wil. Ik kan nu gewoon veilig muziek opzetten. Ik kan nu op mijn navigatie een beetje mee klooien en zo. En dat gebeurt dan veilig. Als deze man op de rem trapt, heb ik geen enkel probleem. Dan remt deze goed. En ik zou natuurlijk graag ook wel op de telefoon willen werken. Ja. Maar dat mag dan niet. Nee. Ik heb geprobeerd bij de rechter aan te tonen dat ik een soort rijinstructeur ben die wel juridisch aansprakelijk is, maar dat de werkelijke bestuurder de auto is, maar daar ging de rechter niet in mee. Nog niet. Is dat nog leuk? Of heb je die nog... Dat is ook wel een grappig plaatje dat je ziet waar ik heen ga. Kijk, hij zegt nu lane change. Hij zegt nu naar rechts alsjeblieft. Zie je dat? Dat ga ik niet doen, want hij zegt, ja, je moet deze afslag hebben. Kijk, nu gaat hij naar rechts. En nu zegt hij weer, ik ga weer naar rechts, want ik moet dus hier de rechte baan hebben. Dat doet hij gewoon zelf. Want hij weet dat ik naar de Rabobank moet, dus hij zegt ook van, ik ga maar automatisch die weg pakken. Navigate on autopilot. Maar goed, Erik... is er nog niet van overtuigd. Nou, mooi. Ja, ik vind... keer dat ik in zo'n Tesla zit. Dus ja, ik, Maar ik moet het even ervaren. Maar ik ben ook... Je bent ook bezig. Je bent ook bezig. Ja, nee, maar daarom is het toch gewoon van... Ik zit hier lekker te genieten. Als ik nou kijk, misschien vind ik dan op een... Maar als ik in een bergen rijd, dan vind ik het ook heel leuk om te kijken. Dan vind ik het helemaal niet zo noodzakelijk geweest leuk om nou... aan dat stuur te rukken. Maar misschien als ik aan het rallyen ben en heel snel gewoon wil, dat het dan weer leuk wordt. Maar in Nederland rijden van A naar B naar Eindhoven, de Groningen. Ik rijd 50.000 kilometer per jaar. Nou, ik vind het heerlijk dat ik dat stuur niet hoef aan te raken. Ik heb een ontzettende hekel aan dat stuur dat er nog in zit. Ja, dat moet, maar het is jammer. Voor mij mag die gewoon eerder liever vandaag dan morgen automatisch worden. Maar het is wel een bijzonder jaar dit jaar, want dus de elektrische auto is dus de nummer 1 auto die verkocht wordt. Dus niet gewoon in de dure range of dit, nee, gewoon van alle auto's is nu de elektrische auto de best verkochte auto. En in Noorwegen is het al dat 50% van alle nieuwe auto's elektrisch is. En dan is het eigenlijk alleen maar een computer op wielen. En dan is ook dat automatisch rijden is eigenlijk ook veel makkelijker. Dat is veel goedkoper om dat in te bouwen. En je ziet nu dat er ook een heel nieuw stuk nieuwe fabrikanten zijn die zich daarmee bezighouden. Okay. Kijk, nu gaat er iets fout. Deze auto wilde invoeren. En deze auto, mijn auto gaf hem niet, gaf hem geen ruimte. Dus beleefd anderen laten invoegen, dat zit nog niet in de software. Dit is weer zo'n situatie die misgaat. En als dan de auto wel gaat en hij ziet niet dat ik geen ruimte geef, dan heb je een ongeluk. Ja.
Nou, dan gaat deze auto op laatste, dan gaat hij stoppen. Maar dan zou het kunnen zijn dat hij dan nog niet voorkomt. Wees nou eens beleefd, Tesla. Laat andere mensen, geef ze de ruimte. Kijk, we gaan zo een paar bochten draaien. Ja. Ja, ik krijg een mooie scherpe bocht. Ja, precies. En die doet hij zelf. Ja, dat is een nauwe tunnel. Hm? Nee, ik zeg nauwe tunnel. Dat zit er helemaal niet. Nee, dat is ook, we zitten nu in de tunnel. We gaan zo meteen een bochtje draaien. En ik heb nog 7 minuten naar de Rabobank. En dan moet ik echt heel hard beginnen. Want dan heb ik een tv-studio. Dan moet ik allerlei mensen interviewen. Ah. Dus ze zitten op mij te wachten. Maar Hart van Nederland, vroeger deed ik heel veel van Hart van Nederland. Allerlei nieuwe gadgets, alles rondom mobiel en security en dat soort dingen. Maar ik ben uit de contactdoos gevallen. Maar nu zit ik weer bij hun in de auto. Dus wie weet. Ik maak altijd leuke rapportages. Vertel eens op mij wat er gebeurt dan als... Nou, het aardige is, ik zit nu zeg maar op de weg, we gaan nu de snelweg af en volgens mij gaat hij het nu zelf gaat hij het doen. Dus ik, we gaan nu de snelweg af en hij heeft het niet gedaan. Nee. Er kwam een auto aan de zijkant en dan moest hij zeg maar dat laat doen. En nu gaat hij dus zelf de bocht af, hij remt zelf af. Gaat veilig, gaat hij links naar rechts naar boven toe. En kijk wat er allemaal gebeurt. Nu zag je dat hij aarzelde, moet ik nou links of rechts? Maar hij bleef gewoon rechtdoor gaan. En nu moet hij gewoon op tijd stoppen voor die auto die voor mij zit. En dat doet hij. Je ziet dat hij ook nog een beetje onzeker is eigenlijk op dit ogenblik. Ik vond dat nou niet echt een hele mooie soepele actie, maar hij deed het wel goed. Tof? Ja. In ieder geval... Maar eigenlijk ben ik nu de snelweg af, dus nu moet ik echt gewoon uitkijken, want nu is die autopilot daar niet geschikt voor. Als iemand scherp van links komt, dan ziet deze auto hem helemaal niet aankomen en reageert daar nauwelijks op. Terwijl die wel gewoon prima rechtdoor gaat rijden. Maar ik moet nu scherper opletten. Terwijl op de snelweg kan ik eigenlijk gewoon, kan ik bijna gaan slapen. Bijna. Het telefoon gebeuren, ja. Ja, jij zat de app achter stuur, maar dat mag dus ook in een Tesla niet. Nee, je mag op dit... Als je in een Tesla zit en die rijdt zelf heel veilig op de snelweg, dan is dat echt behoorlijk comfortabel en ook heel veilig. Maar dan mag je niet je telefoon vastpakken. Dat vond ik echt heel erg irritant. Ik ben een keer bekeurd. Ik vroeg aan de politieagent, was ik nou veilig aan het rijden? Ja meneer, u reed keurig, maar u mag gewoon uw telefoon niet vastpakken. En toen heb ik dat voor laten komen en ik heb gezegd, nou, beste rechter... Ik ben de juridische bestuurder, maar de fysieke bestuurder is de auto. En ik moet hem in de gaten houden, net zoals een examinator. Dus eigenlijk moet ik dat ook gewoon kunnen, want die mag ook met zijn telefoon in de auto. De rechter was het daar niet mee eens. Ik ben niet alleen maar de juridische bestuurder, maar ook de fysieke bestuurder. En ik mag gewoon niet met mijn handen aan de telefoon. En dat heb ik dus verloren. Ik ben nog in beroep gegaan, maar de rechter ging niet met me mee. Dus ik hoop over 2-3 jaar dat dat weer anders is. En het belangrijkste wat ik hoop is dat de wetgeving wordt aangepast, dat als de auto een... rijbewijs heeft van het RDW, dat ik het dan wel mag. Nou, die wetgeving moet nu al aangepast worden. Zie, dit zijn allemaal gewoon wegen die ook redelijk overzichtelijk zijn, dus het werkt allemaal prima. Maar je moet het allemaal nog wel in de gaten houden. Denk je dat je genoeg hebt? Ja. Hij heeft genoeg. Nou, ik heb ook weer een leuke making-of. Wat is jouw eigen mening nu? Wat jij van Jeroen Dijsselbloem gehoord hebt en wat ik heb gezegd? Kijk je er zelf tegenaan? Nou, ik noem het zo een soort interbellum. Het is echt, je zit in een tussenfase waarin we gaan naar volledig elektrisch. Ja. Volledig gecontroleerd. En we zitten nu in een periode dat het gewoon heel lastig is er moet nieuwe wetgeving komen. Er zit zo'n enorme overgang in, dat het gewoon heel lastig is om nu te bepalen hoe, wat, wie, waar. En
Ik denk dat het daarom ook goed is dat ze dat hiernaar gaan kijken om te zien in hoeverre dat wel duidelijk is. Ja. Dat je als bestuurder nog steeds gewoon verantwoordelijk bent. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Nou, ik vind het ook heel mooi, ik weet dat ze het doen, maar het is wel heel mooi dat je nu gewoon een overzicht hebt, dat je ziet hoe zo'n raad er naar kijkt. Dat ze dat openbaar hebben gemaakt en een aantal ongelukken hebben uitgelicht en daar mooie fotootjes en kaartjes en toestandjes van maken. Dus dat is heel nuttig. Je moet het kijken vanuit de toelichting en je moet het kijken vanuit de toelating. Je moet dit soort issues bekijken vanuit de toelating, op de weg, vanuit de veiligheid, vanuit de software updates. Het moet echt ook op een hele andere manier moeten auto's worden bekeken als gadgets op wielen. Die heel erg belangrijk zijn en die op een andere manier gebruikt gaan worden. Het mooie is als we op een gegeven moment echt dat zelfrijdende, als dat grootschalig gaat worden, dat we dan veel minder doden krijgen, maar ook dat we die auto's ook veel beter kunnen gaan gebruiken. Want dan als een auto iemand kan ophalen, hè, dat laatste stukje van de ene persoon naar de andere persoon kan gaan rijden, dan hoeven auto's niet de hele dag geparkeerd te laten. Auto's worden nu 95% van de tijd geparkeerd en 5% van de tijd gebruikt. En ik zie in de toekomst dat je 5 keer minder auto's hebt die veel meer gebruikt worden. En dan heb ik, wat kan mij nou mijn eigen auto schelen? Dus ik druk op een knop, kom de auto aanrijden, ik stap erin. Dan kan ik misschien wel rijden of niet rijden. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als ik rijd, want het is alleen maar voor minder doden. Maar als hij mij kan ophalen, dat ik niet al die auto's hoef te parkeren, dat is echt het allergrootste voordeel. Ja, maar dan heb je geen eigen auto's meer waarschijnlijk. Nou ja, ik heb misschien. Nou, laten we beginnen dat iedereen heeft nu 2 auto's, hè, het gezin. Nou, we beginnen dat we dan één, nou ja, dan heb je één auto zelf en dan heb je een tweede, eerst gaat de tweede auto eruit. En daarna zul je zien dat gewoon mensen zeggen, ja eigenlijk, ik heb geen auto meer nodig. Dat zul je ook, dat zijn ze nu al mee bezig. Want ik vind, auto's zijn de grootste verspilling die we in deze samenleving hebben. Het mooiste apparaten die er zijn en die staan 95% van de tijd stil. Ja. Dat kan niet. Waar wil jij eruit? Want ik ga de parkeergarage in. Ja, ik denk gewoon vlak voor... Voorpagina van de vooringang van de Rabo? Ja. Ja, dat is goed. Dan kom ik nu en dan stop ik daar en dan gooi ik het aan. Ja, ik heb mijn tas niet vergeten. Nee. Ik zou die batterij ook even teruggeven. Heb je hem niet nodig? Je mag hem houden, hè? Nou, nu niet meer. Je mag hem houden. Nou, maar ze zitten maar erin. Als jij ze straks nodig hebt? Ik heb thuis een bak van die batterijen liggen. Dus, ik wil alleen wel een zendertje van je hebben. Oh ja, dat is goed. Ik verzamel ze. Weet je het echt zeker? Ja, die zenders, ja. Maar ja, met zo'n... Een heleboel van die Sennheiser liggen. Wat is dit? Het is de eerste keer dat ik een ander merk zie. En dit merk ken ik niet. Ik weet het niet. Ja. Even kijken hoor. Het lijkt op iets Scandinavisch. Ja. Reude. Ben jij vast bij Hart van Nederland? Ja. Of bij, Hoe gaat het met Hart van Nederland? Hoeveel kijkers? Ja, dat varieert heel sterk. Van tussen de 500 en de 900.000. Maar goed. Dat is in ieder geval... Ik zei 2 jaar geleden was het rustig 1,5 miljoen. Ja. Ja, dus de fragmentatie blijft gewoon doorgaan. Ja, maar je merkt het over de algehele linie hoor. Dus in heel televisieland is het heel moeilijk. Maar heb je al over de top concurrentie? Dat mensen gewoon Netflix kijken en zo? Ja. Dat je merkt dat dat gewoon echt ook zorgt voor minder kijkers? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, en mensen die... Kijk, vroeger ging je gewoon op zaterdagavond lekker televisie kijken met het hele gezin. Ja. Ja, dat is niet meer zo. Volgens mij zit de cameraman gewoon achter ons. Nou, wat goed man. Dat is nice. Zo, ik ben nu bij het betaalcongres. Dus ik ga nu zo meteen hier bij de Rabobank. Hebben we alles rondom nieuwe betaling. En dan ga ik allerlei mensen interviewen. Dus die video's kunnen jullie ook weer tegemoet zien. Wij gaan afsignen. De making of. Bij SBS. Hart van Nederland. Kijk, hoe laat? 7 uur vanavond. Samen met 900.000 anderen.